een goede buur in Overvecht. Maar wat is een goede buur? En waar moet een goede buurvrouw of een buurman aan voldoen? Daar willen we antwoord op hebben. Het is Burendag. Waar moet een goede buur aan voldoen? Nou ja, een goede buur, een beetje letten op je andere buren. Met je andere buren af en toe praten, een praatje maken, helpen. Maar als je iets ziet, meld het ook vooral, want dan kan er iets gebeuren. Welkom bij de Raad in de Wijk. Ik hoorde al wat verbazing dat er zoveel raadsleden waren. Ik dacht, nou dat is toch precies de buur. Maar een Raad in de Wijk, ja, een open gesprek over wat er speelt tussen raadsleden en bewoners. En waarom bent u hier? Ik ben dus de wijkcontactpersoon vanuit de gemeenteraad hier in Overvecht. En samen met het wijkbureau hebben we het idee verzonnen, of in ieder geval het thema verzonnen. En ik ben hier dan ook als wijkcontactpersoon om het ook te openen en om raadsleden erin mee te nemen. En het thema was ook heel erg belangrijk, hè? Een goede buur. Hoe ben je nou een goede buur in de wijk? En met name in een wijk in Overvecht, waar ik zelf ook in woon, zie je dat mensen elkaar niet kennen. Dat mensen moeite hebben met even op de buurman kloppen, om hulp vragen. En is het ook wel goed om samen met de bewoners en maar ook de raadsleden in gesprek te gaan over wat nou nog meer kan. Een stukje veiligheid, even als allereerste. U bent hier bij Burendag, waarom? Nou, wat ik hier heb gehoord in Overvecht is bijvoorbeeld, ik heb iets geleerd over de wijkambassadeurs en zij zien allemaal wat er in de buurt gebeurt. Dus ze zijn eigenlijk een hele goede buur. Zij zorgen ervoor dat bijvoorbeeld lampjes in de portiek gemaakt worden, dat het schoon en heel veilig is op straat. En zij zorgen er dus ook voor dat op het moment dat ze hele rare dingen zien, bijvoorbeeld iets wat lijkt op een wietplantage, dat er meteen een belletje naar de wijkagent gaat. Ja, mooi voorbeeld, wat ik misschien goed voor de raadsleden. Ik had twee lampen die op Haifa Dreef die niet deden, straatlampen. Een paar keer had ik gemeld, ze hebben lampen vervangen. Maar een keer zag ik toevallig die monteur met een wagentje één lamp vervangen. Ik denk, ik loop even naar hem toe of die andere ook is gemaakt. Ja. Nou, hij zegt, deze staat op mijn lijst, die andere niet. Ja. Ik zeg, het is altijd hetzelfde bekend verhaal. Ik zeg, ik heb deze twee doorgegeven. Ja. En waarom bent u dan buurtambassadeur geworden? Omdat ik mij hier gewoon leef en waar ik ben. Ik wil gewoon rust en liefde en contacten. Dat is gewoon voor mij het allerbelangrijkste. Ik heb met iedereen contact. Ik hou van die mensen die hier leven, van kleurigheid. En dat vind ik gewoon, dat is mijn wijk. Hier voel ik me gewoon thuis. Heel trots op uw wijk? Ja, zeker. Eigenlijk is het makkelijk over te praten wat niet bij jou die probleem is. Van een ander kun je altijd makkelijk over praten. En wat doet een buurtambassadeur? Wij signaleren dingen, zoals bijvoorbeeld grofvervuil. En wij spreken de bewoners of de kinderen van de bewoners die vaak een overlast veroorzaken bijvoorbeeld. Daar spreken wij hun aan. En gelukkig, ze luisteren naar ons, want ze kennen ons ook heel goed. Ik denk 80% van de bewoners, het zijn verschillende Marokkanen, Turken, Nederlanders onder elkaar. En dat is eigenlijk wat wij doen. Wij willen gewoon dat die wijk Overvecht, vaak je hoort dat Overvecht, dat is gewoon de gevaarlijkste wijk van Utrecht. Mm-hmm. Nou, ik woon in Overvecht nu al 20 jaar. Nou, de prachtigste wijk die er is. Ja. Ik voel mij gewoon Overvechter en ik draag daarbij een bijdrage gewoon om, zodat wij gewoon met elkaar in vrede, in harmonie, dat het gewoon Overvecht uit de negatieve beeld komt. Jullie zijn super succesvol dan eigenlijk, juist vanwege die korte onbetaald tijd. Onbetaald succesvol. Ja, we zijn vrijwilligers. Ja. Omdat mensen dan sneller misschien denken, nou als ik het via de buurtambassadeurs doe, dan weet ik zeker dat het snel gefixt wordt. Nee, zat u zelf aan tafel bij buurtambassadeurs, meen ik. Hoe ging dat? Nou, de buurtambassadeurs hebben verteld dat op het moment dat zij iets raars zien in de buurt, want ze hebben echt hun wortels hier in de buurt in Overvecht zitten, dan maken zij een melding. Dan hebben zij gewoon heel goed contact met de woningbouwverenigingen, dan hebben zij heel goed contact met de wijkagenten. Dus het wordt veiliger omdat zij er zijn. Ja.
geen kleine vergoeding dan voor die mensen over? Als ik kijk wat ze doen, dan denk ik ja, eigenlijk hoort dat er wel een beetje bij. Want vrijwilligersvergoeding is niet zoveel. Maar ik waardeer vooral dat zij zich inzetten, dat zij ervoor gaan staan. En dat mag alle waardering verdienen.